anderhalf uur is het te doen. Maar ik denk dat de meeste mensen toch hebben gedacht, we kijken er wel op televisie naar. Ze zijn er wel hoor, mensen die van weg komen, die naar de Dam gaan. Maar het gaat heel rustig, heel gestaag, komt het treinverkeer op gang. We hebben hier een meneer getroffen die helemaal uit Friesland gekomen is. Friesland. Het mooie platteland, een mooie omgeving, de Wadden. En wat verwacht u van de dag? Nou, het hoogtepunt van het gele jaar. Ja, dat is de andere kant van de medaille, want ik ga ook altijd op 4 mei naar doden denken. En dat heeft iets met mijn familie te maken. Want en vandaag? Wat wordt het voor de? De feestvreugde, gezelligheid. En ik heb dus prinses Juliana meegemaakt in huldiging als koningin. Ik heb Beatrix meegemaakt als koningin. Ik heb op het paleis op de Dam geslapen een week lang. Ik kan zo oppervlakkig, dus met veteranendagen in Den Haag. Met een echte fanatieke fan. Ja, absoluut, absoluut. Kijk, het leven gaat verder en dat ik hier nog rond mag hubbelen, dat is, heb ik dus en die feestvreugde moet ik Klak, klak.